Diddy Cool van Boney M. Hij is hier te gast bij mij. En ik zou zeggen, kijk alsjeblieft even mee via nrradio.nl. Want ik vind het ongelooflijk leuk dat hij tegenover mij zit. Niemand minder dan Jan Keizer. Dag Jan, goedemorgen man. Goedemorgen. Gefeliciteerd, want jij bent ook een beetje jarig vandaag. Ja, zo voelt het ook wel. Ja, want dit is hartstikke vers. Jouw boek is verschenen, Boek zonder naam. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Hoe voel je? Ik voel me goed, ja. Het is natuurlijk toch een gekke tijd waarin we leven. Ook met die coronatoestanden allemaal. En toen wij stopten met BSN, met Annie dan. Ja. Dat is nu bijna 2 jaar geleden. Ja, want je zat hier in november 2019. Ja. Met Annie. Echt, het was afgelopen en toen kwam corona. Ja. En dus niet ik alleen heb niet meer kunnen optreden, maar de rest van Nederland ook niet meer. Nee. Sommigen denken artiesten dat ik ermee te maken heb. Nee, maar het is dat jij ervoor gezorgd hebt. Ja. Nee, maar ja. Maar het gaat me goed. Het is lekker rustig ook. Ik heb leuke hobby's en daar gooi ik me helemaal op. Ja, ja en je hebt natuurlijk een leuke vrouw. Dat is buiten kijf. Ja, toch? Ja, absoluut. Maar ben je bang geweest in coronatijd? Nou, dat viel wel mee. Ik ben met mijn vrouw soms elke avond gingen we wel om 11:30 gingen we of scrabbelen of allerlei spelletjes doen. Om 11:30 pas? Ja, nou ja, ik ben wel iemand die altijd gewend is natuurlijk om heel laat. Ik was altijd onderweg. Ja. En we zijn gewend maar ik ben toch ook weer vroeg wakker. Oh, toch wel? Ja. Hey, maar hoe komt het dan dat je er zo goed uitziet? Want je gaat naar dan krijg je gewoon mee in je genen. Ja? Dat heeft niks te maken met hoe je je voelt. Die rimpeltjes, die had mijn moeder ook niet. Dus Hey, kan ik nu al de conclusie trekken, Jan, dat jij een gelukkig man bent? Ja, absoluut, ja. Ja, geen kwaaltjes? Ja, ik zit natuurlijk vol met kwaaltjes. En als dat staat ook in het boek, als de chirurgen niet zo vakkundig waren geweest als ik al lang niet meer op deze planeet geweest. Precies, want je bent ziek geweest. Nou, maar ik werd gebouwd door, dat zal ik als heel kort, de verzekering die vroeg of ik niet over wou stappen. Ja. Ik zei, weet je wel met wie je spreekt? Ik heb een hartoperatie, een nier weg, prostaatkanker gehad, mijn ogen gelezen. Ik zei, je hebt aan mij niks. Die zei, die zoeken voor juist. Moet je nagaan. Maar het gaat hartstikke goed met je. Welke nier ben jij kwijt, links of rechts? Ik ben hem, daar moet ik al nadenken. Ik ben hem rechts kwijt. Rechts kwijt. Oh, oké, ik links, dus dan zijn we samen een zitje. Ja, zo goed. Niet? Heb je koffie? Ja, lekker. Ja, wil je er wat bij? Want ik heb gebakken. Nou, wat heb je? Ik heb appeltaart. Voor de mensen in de studio en voor de collega's straks. Het bedrijf zit zo vol, dan kan ik geen appeltaart er tegenop bakken. Nee. Bananenbrood, zelfgebakken, havermoutkoek. Dat wil ik wel proeven, ja. Ja, bananenbroodje? Ja. Ja, zullen we dat doen? Nee. Hij is hier te gast. Heb je vragen voor Jan Keizer? 088-850-51-52. En je bent je niet voor de flauwekul, want dit is vers van de pers. Vandaag uitgekomen. Een boek zonder naam, met ook nog twee singles, hè? Ja, twee singles, twee nummers heb je. Ja. Twee liedjes heb je uitgebracht. Nou, we gaan eens even kijken. We gaan het er uitgebreid zo meteen over hebben. Er staan ook heel veel foto's in je boek. Nou, ik heb wel een paar vragen erbij, hoor, Jan. Nou, mooi. Maar ik snij eerst even een plakje voor jou. Oh, en straks een nummer geschreven door Jan Keizer. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Net uitgebracht, want het zit achter in je boek. Ja. Je hebt een boek uitgebracht en het boek heet Boek zonder naam. Het is vandaag verschenen. Ik vind het een eer dat je precies vandaag op de uitreiking van het boek hier bent. Vanmiddag zit je bij Max en vanavond geloof ik bij Boulevard. Toch? Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, ja. Red je het een beetje allemaal weer? Nou, het is druk. Mevrouw zegt het is erger dan met de muziek. Je bent nu wel gestopt, maar het is veel drukker. Nee, maar je maakt een boek en dan moet je het ook. De mensen moeten ook weten dat het boek er is. Dus ik ben er heel blij mee. Ja, waarom wilde jij zo graag een boek maken, Jan? Nou, kijk, ik vertelde wel eens verhalen over mijn loopbaan. En er zitten gewoon hele leuke anekdotes bij. En dan zeiden mijn kinderen, pa, dit moet je opschrijven. Ja. Noteer het.
Je hoeft er geen boek van te en maken. En deed je dat? Had je zo'n dagboekje onder je kussen? Nou, ik had, nee, maar toen zij dat zeiden, ben ik ook na gaan denken. Mijn vader heeft ooit vroeger in Duitsland in een kamp gewerkt met zijn broer. Ja. En die zijn uit Brandenburg na de oorlog teruggelopen naar Nederland. Ja. Dan denk ik, jeetje, waarom heb ik nou eigenlijk die man nooit gevraagd hoe hij gelopen is? Waar is hij langs gegaan? Wat hebben ze meegemaakt? Hij praatte er weinig over. Zelfs mijn ooms wisten het ook niet. Nee. En dan denk ik, dat zal mij niet gebeuren. Ik heb nu een Huppata. Boek. Zij lezen in mijn boek dat ik eigenlijk mijn hele leven niet heb gewerkt. Het is gewoon mijn hobby geweest. Een uit de hand gelopen hobby. Ja, precies. Ja. En dat is het leuke ervan. Dus ze kunnen zien hoe ik nou eigenlijk in het leven sta. Dat is uit dat boek te halen. Ja. En dat weet ik van mijn vader en moeder niet. Nee. Maar dat hoor ik ook van andere mensen. Ja, ik had mijn vader ook zoveel nog willen vragen. Oh ja, ik heb dat ook. Dat hebben we allemaal, ja, hè? Ja. Maar jij doet dat, je doet dat goed. En je doet dat nu, en dat heb je zelf gedaan. Wat ik dan heel leuk vind, is dat je ook het boek lardeert met foto's. Collega Thijen heeft ook echt gewoon een compleet, mooi het voorwerk gedaan. Ik wil even deze foto laten zien. Oh, want ja. Dit is kleine Jan. Kleine Jan, ja. In het boek, als goed oud ben je hier, ik denk anderhalf. Ja. Hier zing ik mijn eerste noten, schrijf je dan erbij. Je hebt overal fotobijschrift, er staan heel veel foto's in. Ja. Dat gezin van jullie. Je komt uit een warm gezin, hè? Maar er is ook iets heftigs gebeurd al heel jong. Hè? Want al heel jong overleed je broertje. Ja, ja, Henkie, aan leukemie. Ja. Heftig. Ik was 12 jaar. Staat ook in het boek. Dat staat erin, ja. Ja, ik was 12 jaar en dat is toch gek dat je dat meemaakt. En van de een op de andere dag vertelde mijn vader en moeder dat hij zo ziek was dat hij niet meer zou gaan redden. En ik vind het heftig dat bijvoorbeeld een verpleegster, of de dokter had tegen de verpleegster gezegd, maak zijn kistje maar klaar. Ach. Maar hij was een heel slim jongetje. Het lijkt wel of dat soort mensen, kinderen, ook slimmer zijn op een of andere gekke manier. Die zijn bewust van wat ze hebben in doen. Wat deed hij dan, Henkie? Nou ja, hij vertelde dit later gewoon tegen mijn moeder. Dat gezegd was. Oh. Dat is een kind van 5 jaar. Die dat oppakt. Ja. Of 4, 5 was hij. Hij was nog niet eens 5. Nou ja, maar dat heeft zoveel met ons gedaan. Toen wij dat hoorden, ging ik met mijn broer naar Purmerend. Naar het ziekenhuis. Maar je mocht onder begeleiding helemaal daar niet in. Maar we gingen gewoon, want we dachten, we kunnen hem nog zien. En we werden gewoon weggestuurd. Dus we zijn huilend teruggereden. Ja, is dit een van de dieptepunten in het boek? Of het grootste dieptepunt? Ja, het is wel iets waar ik nog steeds moet slikken als ik het even vertel. Ja, ja. Ja, ik merk het aan je. Ja. Ja. En het is ook knap dat je het gewoon in het boek zet, want dat hoort bij jou, hè? Het is wel een gedeelte uit mijn leven, ja. Ja. En ik vroeg me natuurlijk als katholiek af waarom God nou in godsnaam niet wat oudere mensen gekozen had. Dan als jouw een jochie van 4 of 5 jaar. Ja, daar begon de twijfel al, hè? Ja, dat snap ik. Jij schrijft in het voorwoord van je boek: ik heb extreme situaties meegemaakt van vrouwelijke fans die mij in brieven en in geuren en kleuren vertelden wat ze allemaal met me zouden willen ondernemen. Tot pocketworstjes tussen de ruitenwissers van mijn auto. Kinderen uit de huis die het melkgeld opsparden om daarvan de bus naar Volendam te nemen en mij te bezoeken. Jij hebt heel veel mooie, bijzondere dingen meegemaakt. Hoe zit het met die vrouwen? Ja, oneerbare voorstellen heb jij gekregen? Jij weet precies hoe dat gaat in zo'n band met jongens. En Carola zat daarvoor in. En dan kreeg ik een brief van iemand en dan ging ik het gewoon voorlezen. In de zaal. En Carola die werd helemaal rood. Wat lachen. En ook, ja, dat is natuurlijk gewoon, wij moesten enorm erop lachen. We hebben de meest gekke dingen meegemaakt. En dat is, je kunt dat niet allemaal in een boek schrijven. Misschien in het tweede boek. Ja, dat zou kunnen. Nou, dan moet je vrouw er wel mee eens zijn. Nee. Hoe zit het dan met die pocketworstjes tussen je ruitenwissers? Wanneer was dat? Was dat een fan die zich voelde afgewezen? Nee, ja. De mensen zijn, die zijn zo gek eigenlijk ook. Tot ze vonden het leuk en dan deden ze dat tussen mijn ruitenwissers in. Dus ik kom dat. We moesten optreden in Nieuwkuik, ik weet het nog, in Brabant of zo. Ja, ja.
En toen zaten ze tussen mijn ruitenwissers in. Ja, dan denk ik, dat is toch heel bijzonder. Ja, geweldig. Een boek zonder naam, ze heet het boek. Het is vandaag verschenen, van de Volendamse Palingzout tot de avonturen met BZN. Jullie zaten hier 2 jaar geleden, in november was dat, met z'n tweeën. Ja. Samen met Annie, want dat was jullie afscheidstournee. Ja. We gaan zometeen natuurlijk verder praten. Want wat ik bijvoorbeeld las in je boek, en dat hebben we helemaal niet gerealiseerd, met Annie was maar 8 jaar. En met Corolla vele malen langer. Annie was de eerste keer. Ik dacht keer dat het andersom was. 8 jaar, nee. Corolla heb ik 32 jaar mee gezongen. Wat was het verschil tussen die twee voor jou in de band? Nou, het waren twee totaal verschillende mensen toch wel. Ik vond Corolla een beetje parmantig. Die had wel wat. Die was ook een stuk langer. Die was langer, die was stijl. Had die meer. Ja, ik vond het raar. Ik vergeleek het wel eens met Corrie Brokken. Oh ja? Een beetje, ja. Een beetje. Nee, dat was Teddy Scholt. Oh ja, Teddy Scholt, ja. Oh ja. maar Annie was meer rombom. Ik kon met Annie echt alles doen. Was Annie niet een beetje je zus? Ja, nou, er staat ook een heel groot verhaal in over Jip Holstein. Die dacht dat wij verliefd waren op elkaar. En dat wist hij zeker. Ik zeg, was toch ook zo? Daar kom ik wel achter, zegt hij. Dat was toch ook zo? Nou, we konden heel goed met elkaar. Heb je ooit met haar gezoend? Nooit. Nee? Nee, maar ik had dat helemaal niet met haar. Nee. 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 Maar zij ook niet met mij, hoor. Nee, zou ik niet leuk zijn. Maar dat is nou juist, dat geeft dan aan tot we dus toch bepaalde dingen hadden. We speelden dat. Ja. Kijk, als je over liefde zingt, dan moet dat ook zichtbaar zijn. Ja. Zo vond ik dat een beetje. Ja, maar ik wil even een foto laten zien. En dan straks deze foto wil ik laten zien van jou en Marie. Want er staan ook heel veel foto's in het boek. Ontzettend leuk om te zien. Dit was jullie trouwdag, hè? Ja. Alweer een paar jaartjes geleden, 1971. Ja, en straks een foto van jou. 50 jaar geleden dus, ja, hè? Waanzinnig, gefeliciteerd. Ja. En straks een foto van jou en Annie. Nou, dit echt, die moeten we laten zien. Er zit achter in het boek een cd met erop 2 nummers, ja, speciaal geschreven. Straks het verhaal, nu het nummer. Hoe heet het? Zing, lach en vrij. Een zondag in september, het was een mooie dag. We pakten onze fietsen en ik wist niet wat ik zag. We gingen over duinen en door dalen, langs vennenplassen, meren en kanalen. Het is volop genieten, zo'n dag in de natuur. Van sprokkelhout verzamelen tot bij het knappend vuur. Voordat we huiswaarts gingen nog een droom. De paden op de lanen in, door duinen naar het strand. Wij twee op blote voeten, in de branding hand in hand. De horizon vol kitesurfers en boten. Wat hebben wij die dag intens genoten. Dat ik met pensioen ben, heeft het mij ook verblijd. Schilder ik oude meesters uit een lang vervlogen tijd. Dat brengt mij soms tot in de renaissance. En Rembrandt en Van Gogh's ambiance. Zing, lach en vrij.
van elke dag. En de rozen zullen bloeien, zoals niemand ze ooit zag. Zing, lach en vrij, leef je uit. In je leven toe, geniet van elke dag. En de rozen zullen bloeien, zoals niemand ze ooit zag. En de rozen zullen bloeien, zoals niemand ze ooit zag. Zing, lach en vrij, uitgebracht speciaal in het boek. Je hebt het geschreven. Ja. Er komen heel veel appjes trouwens voor je binnen, Jan Keizer. Ingrid die schrijft, wat ziet hij er ongelooflijk goed uit. Hey, in de pocket, die complimenten. Ja, leuk. Ja. Dit heb je geschreven tijdens een fietstocht in Noord-Holland, onze provincie. Ja. Ja, nee, ik wist niet eens dat het zo mooi was. Want dat is gewoon zo. Je rijdt... bent met BZN de hele wereld over geweest. Ja, maar dat is toch op de snelweg altijd. En nu waren we echt... in bosrijke omgeving, prachtige duinen. Ja. En dan zie je eigenlijk, het is gewoon vakantie. Ik kreeg een vakantiegevoel. En het was een mooie dag. En dat is tegenwoordig heel simpel. Je weet wanneer het mooi is. En ik had die twee fietsen meegenomen. Ik had die in die auto gegooid. En ik ben er naartoe gereden naar Groet. Ja. En ik heb dat ritje gewoon bergen, Egmond aan Zee. Zo dat hele rondje zo langs. En het was zo leuk. Ik zei, het is gewoon een vakantiedag dit. Ja. En toen vond ik, daar ga ik een liedje van maken. Ja, wat enig. En we voelen dat met je mee, hè? Want ik heb het idee dat ik bij je achter op de fiets zat. Of misschien wel bij je op de stang, dat zou nog leuker zijn. Ja. Maar met Marie ernaast hoor, dat wel. Ik wil zo meteen verder over je boek, want het is echt gewoon, de oorsprong zit in je boek. Zoals je begonnen bent met de andere bezetting, zoals je op een gegeven moment hebt aangekondigd in de auto dat je ermee wilde stoppen. Er zitten echt heel veel heftig moment in. Even een vraag tussendoor van Robert van der Brugge. Is er een kleine kans dat BZN ooit weer een optreden gaat geven samen? En zo ja, is er dan een rol weggelegd voor de oud-leners zoals Thomas Tol, Jan Kies, Arnie en misschien ook wel Carola? Nou kijk, ik sta daar niet onwelwillend tegenover, maar het heeft gewoon te maken met alle mensen die dat moeten gaan doen. Ik vind... Ja, er waren allemaal verschillende samenstellingen natuurlijk. Ja, ik zou het leuk vinden om met iedereen dat te doen. Ja, hoeveel zijn het er dan? Nou ja, dat maakt niet uit hoeveel er zijn. Maar ik zou met Jan Kies, met Arnie, met Carola, met Thomas Tol, met Jan Tuip, met iedereen. Jij wil wel? Dat zou ik wel willen. Maar kijk, het heeft niet alleen met mij te maken. De hele band, al die neuzen moeten dezelfde kant in. En we hebben nog eigenlijk helemaal geen gesprekken gevoerd daarover. Ah, ik bel ze wel. Bel jij ze maar. Ja, ga ik doen. Hartstikke goed. De oorsprong van het boek, hè, het oprichten van je bandje, de Empty Hearts staat erin. Het is echt heel leuk. En het vroeg op een gegeven moment of jij daar de drummer wilde zijn. Zo begon het allemaal een beetje. Je groeide op in Volendam. Lezen we op een gegeven moment in je boek, hè, op pagina 19. Een plek waarover jij eigenlijk zegt, er zijn twee soorten mensen. De voetballers en de zangers. Dat zijn eigenlijk de mensen die ertoe doen. Nou, dat doen er meer toe, hoor. Maar, in mijn leven zeker. Ja, die voetbalders, dat waren helden in die tijd. Want wij hadden echt 16.000, 17.000 mensen op het voetbalveld op zondag. Ja. En speelden tegen Ajax en Feyenoord en geweldig ook, hè. Ja. Goed voetbal, tenminste, zoals ik me nu herinner. Als ik het nu terug zou zien, misschien denk ik er dan weer anders over. Maar het was geweldig. Dat waren gewoon idolen. Ja. Idolen. Dat was zo belangrijk en dat wilde ik ook wel. Want ik vond, ja, zo zitten kinderen in elkaar natuurlijk. Ja, mooi. Ja. Ik vind het heel mooi om te zien dat je in het boek dat we jou meemaken vanaf het begin, als dat kleine jongetje, en dat we jou gewoon, bijvoorbeeld, foto moeten we ook laten zien. Dit ben jij samen met Arnie. Ja. Arnie zit op jouw schouders. Ja. Is dit tijdens een concert? Dit is tijdens een concert. Gekkenhuis. Ik spring ook nog een meter de lucht in. Dat zie je dus niet goed aan de onderkant. Maar dat was, ja, ik deed zulke gekke dingen met haar. En zij vond alles goed. Ook. Ja. Ze was ook van elastiek, volgens mij. Ze was niet, in ieder geval niet zwaar. Nee, zeker niet. Mooi ook dat je ons meeneemt naar andere werelden dan alleen je muziek. Is bijvoorbeeld het schilderen. Een van mijn hobby's is het naschilderen van werken uit de 19e en 20e eeuw. Zoals bijvoorbeeld dit winterlandschap. Dat schilderen van jou... Ja. Ik weet niet of ik het goed kan laten zien nu op de camera, anders plaats ik wel een foto op Facebook. Dat is niet te geloven, dat je dit van elkaar krijgt. Ja, ik vind het erg mooi. Het is zo'n leuke hobby. Je bent helemaal van de planeet af.
Je zit helemaal in je schilderij. En als het dan gaat lukken, want ik heb natuurlijk ook momenten dat ik denk, jeetje, maar dit, wat heb ik nu gedaan? Dat is helemaal verkeerd, dan moet ik het weer weghalen. Dat kan ook wel. Ja. Je kunt met olieverf alle kanten heen, ja, in feite. Maar ja, je moet zelf discipline krijgen om op het juiste moment ook te stoppen. Ja. En dan zeggen, nu even niet meer. Want het komt er net op aan. Ik weet nog wel tot ik mijn eerste takken in de bomen zette. En toen zegt mijn zwager, want dat is degene die ook les geeft. Die zegt, Jan, dit zijn roopstokken. Roopstokken, waar wij de was, ja, in hebben staan. Oh. Hij zegt, dat zijn geen takken. Ach. Maar mijn schoonfamilie heeft als bijnaam Bibber. Volendam hebben ze allemaal bijnamen. Ja. Hij heet Bibber. Wat is het voor jou dan? Kan wel. Mijn vrouw heet Stroek, maar heeft ook, is bijnaam Bibber. En ik zeg, jij kan wel. Ik heb roofstokken als takken, maar ja, jij bibbert. Dus dan zijn die takken meteen goed. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat kan niet. Hey, op 25-jarige leeftijd word jij de zanger van BZN. Dat zien we ook. En Jan Veerman, die verlaat dan de band. Ja. We zien het allemaal staan in je boek. En vervolgens komt Annie bij de band. Na 8 jaar moet zij noodgedwongen stoppen. En neemt Carola dat over. Er zijn allerlei verschillende samenstellingen geweest. We krijgen dat allemaal mee in jouw boek. Van begin tot eind. Hoewel, ik vraag me af bij jou, is er een eind? Er komt bijvoorbeeld nu ook een opmerking binnen van een luisteraar. Die zegt, ik vind het ontzettend knap dat meneer Keizer het zo lang heeft volgehouden. En echt met zoveel succes in de keiharde muziekindustrie. Want laten we niet vergeten dat meneer Keizer wel de top 3 ziet van de meest succesvolle artiesten van ons land. Dat is mooi. Ja. En het is ook zo. Je wil een stukje voorlezen, hè, Jan? Ja. Uit je boek. Nou, dat ga ik doen. Hoe heet het? Het heet Bruiloft Perikelen. Als je een succesvol artiest bent, treed je elke week op. En dat betekent dat familiefeestjes of bruiloften vaak aan je neus voorbij gaan. Als oudste kleinkind van de familie werd ik door iedereen uitgenodigd. Maar bijna nooit kon ik erbij aanwezig zijn vanwege mijn werkzaamheden. Oh ja. Ik kon me echter nog een weekend voor de geest halen dat we eens vrij waren. Een van de leden van de band had een bruiloft en we waren beide uitgenodigd. Ik kreeg eindelijk de kans om weer eens zo'n feest mee te maken. Het bandlid in kwestie had er zin in om samen met mijn vrouw, om met zijn vrouw heel gezellig in de familiekring een feestje te vieren. Maar toen hij de volgende morgen uit bed kwam, had hij een onbestemd gevoel. Een borrelende maag en hij was een beetje misselijk. Het zou toch verschrikkelijk zijn als hij met zijn vrouw zou moeten zeggen dat het feest niet door kon gaan. Uit voorzorg nam hij een glaasje thee met beschuit en om zijn maag wat te ontzien en besloot het toch te proberen. Ja. Zoals op vrijwel elk feest begon ook deze bruiloft met een welkomstlied, waarna het bruidspaar werd gefeliciteerd en vervolgens was er een broodtafel met koffie of met gebak. Vervolgens kwamen de eerste borrels en werd voorzichtig de eerste polonaise gelopen. Aan alles deed hij mee, maar hij was er toch niet helemaal zeker van. Dus hij ging richting het toilet. Naarmate hij dichter bij het toilet kwam, had hij weer een onbestemd gevoel van die ochtend. Met dichtgeknepen billen verhoogde hij zijn snelheid, maar het mocht niet baten. In het toilet aangekomen bleek zijn voorgevoel werkelijkheid. Hij had een binnenbroekse ontploffing gevonden. Er was geen redden meer aan, dus besloot hij om zijn onderbroek in closetpapier te verpakken. Stopte die vervolgens in zijn binnenzak en probeerde daarna zijn spijkerbroek zo goed mogelijk aan de binnenkant te reinigen. Na zeker een kwartier met water en zeep bezig te zijn geweest, ja, kwam hij voorzichtig terug in de feestzaal. Niemand had gemerkt dat hij was weg geweest. Hij haalde gewiekst zijn ingepakte onderbroek uit zijn binnenzak en deed die in de tas van zijn vrouw. Nee! Ja. Later liep hij de polonaise een paar keer en zong het volle borst met elk lied mee, alsof er niets was gebeurd. Oh, fantastisch. De volgende morgen, bij het ontbijt, ja, toen alles nog eens werd doorgesproken over dat prachtige feest, vertaalde hij haar wat er aan het begin van de avond was gebeurd de vorige dag. Oh ja, dat was ik vergeten. Ik heb die onderbroek in jouw tas gedaan. Die zit er nog in. Waarop zijn vrouw zei, ik had helemaal geen tas mee. Oh, nee. Oh, nee. Wat een verhaal. Ja, niet te geloven dit, toch? Nou, ga dit vanavond bij Max ook nog even voorlezen. Hey Jan, voor de mensen die werkelijk nog nooit van jou gehoord hebben, en ik kan me bijna niet voorstellen, als mensen dit boek lezen, Boek zonder naam, weten dan exact
wie Jan Keizer is, wat hij beleefd heeft en hoe hij in het leven staat? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk, die alle facetten komen aan bod. Dus dat is, ja. Op welk deel ben jij nou het meest trots? Op, nou, dat maakt me eigenlijk niet zo gek veel uit. Het is ook niet zo dat ik de grootste succes het leukst vond. Je maakt alles mee. Je moet ook alles meemaken, want anders vorm je toch dan word je geen mens. Nee, dat is ook zo. Je moet alles meemaken. Ja. Alleen maar de mooie dingen van het leven, dat zou niet goed zijn. En komt er een deel 2? Nee, die komt er zeker niet. En anders zou mijn vrouw mij wel tegen. Precies. Hey, het ga je ongelooflijk goed. Ik ga je vanmiddag bewonderen op de buis. Ik vond het heel fijn dat je bij ons was. We maken even een mooie foto voor de Facebookpagina June tot 12. En we mogen een paar boeken weggeven. Als mensen die heel graag willen hebben, ontzettend veel massa moeten hebben, stuur een mailtje naar june12@nradio.nl. Wat kost die? 24,99 zeggen ze dan. Dankjewel. Wij willen uw Rolex. Draagt u uw Rolex niet meer? Spiegelgracht Juweliers, de horlogewinkel van Amsterdam, zoekt met spoed Rolex-horloges om de collectie te vergroten.